Vandaag wordt er verder gewerkt aan het potloodjeswerk. Er komt een frame achter, tijdelijk frame, om te kunnen ondersteunen zodat die potloodjes niet ergens tegenaan komen. Dan kan die dus op één kant staan om vervoerd te worden. En tevens is dat een methode om even alles nog eens goed na te checken of het allemaal klopt, of dat er bijvoorbeeld hier niet wat potloodjes bij moeten. Dat laatste is even de vraag, want het wordt een behoorlijk zwaar geval. Dus dat ga ik eens even bekijken vandaag. Dus dan ben ik ook nog wel even onderweg voor wat boodschappen. En ik ben een manier aan het verzinnen om de foliepers te kunnen vervoeren straks. Als het even kan met de aanhanger, de paardentrailer. En dat ding, dat weegt ongeveer een 320 tot 370 kilo. En die moet van de grond getild worden om op een pallet gezet te worden. En daar heb ik wat spullen en ideeën voor nodig. Dus ik ga eventjes bij Paulette langs, om te kijken of zij me nog op een goed idee kan helpen. Hier hebben ze echt alle asperges die je maar voor kan stellen. Allerlei verschillende soorten en smaken. En ik heb een kilootje voor het avondeten. En dan gaan we lekker van. Geen bouwstempels, maar wel dit. Er moet een stijgerpijp overheen gezet worden. Dat is misschien wel te doen. Het is inmiddels bijna 4:30. Ik breng mijn auto naar de beletteraar. En op het fietsje terug naar Hoek. Tegenwind. Om straks de foliepers te kunnen takelen of in de aanhanger te kunnen trekken via een palletwagentje, heb ik nu een 3 tons, ja, wat noem je zo'n ding, takel. En zo vind ik al mijn spullen een stapje weer een beetje bij elkaar. Maar vandaag ben ik vooral bezig geweest met het afwerken van de lijst. Ik ben wel tevreden. Ik heb er 2 mooie houten steunen achter gemaakt, zodat hij zelfstandig kan staan. Heel veel meer potloodjes wil ik er niet meer aan toevoegen, zo hier en daar nog eentje. Maar dan denk ik dat ik het echt gehad heb, want anders wordt het hele ding te zwaar. Het is nu al een aardig gewicht, maar wel een heel leuk geheel zo. Dit gaat echt wel een kleurrijk ding worden. Een pallet voor de foliepers heb ik inmiddels ook al. Dus zo komen steeds meer dingen bij elkaar. En in principe zou ik hem kunnen gaan halen, maar ik wil nog even wat verder gaan organiseren. Maar inmiddels is het 5 uur geweest en ik heb een hele bak asperges en die ga ik lekker opeten.